Sabotage is thought to be behind three leaks in the Nord Stream natural gas pipelines connecting Russia to Europe. We thought, oops, here we can actually see that the pipelines are not just leaking, but someone must have done something to them. Het was het energieproject dat de vriendschap tussen Rusland en Europa definitief moest markeren. De Nord Stream pijpleiding hierachter in de Oostzee. And as gas rose to the surface, allegations of sabotage flew between Brussels, Moscow and Washington. Das hat einfach massive Folgen, nicht nur finanzielle, sondern auch geopolitische. Das ist auf jeden Fall ein Anschlag von historischer Dimension. Maar anderhalf jaar na de inval in Oekraïne is er niet veel meer over van die vriendschap en van die pijpleiding al helemaal niet. Obviously the questions raise how, why, what were the circumstances, how it happened. Darf ich Sie nach dem Boot Andromeda fragen? Wir dürfen keine Auskunft geben. Ah, weshalb? Weil die Ermittlungen noch laufen. Dann habt ihr angesprochen, die Leute dann. Es waren sechs Personen an Bord, eine Dame dabei und fünf Herren. If a country commits an act of war against you, the public certainly has a right to know that. De afgelopen maanden deden wij onderzoek samen met verschillende collega's van een aantal Europese media. Een zoektocht naar de daders van de aanslag op Nord Stream. Deep in the frozen lands of Siberia, nature hides a precious gift: natural gas. De Nord Stream pijpleiding die gas van Rusland naar Europa brengt. Een ambitieus miljardenproject dat een sleutelrol moet gaan spelen in de Europese energievoorziening. Bij de feestelijke opening van Nord Stream 1 in 2011 weet Angela Merkel het zeker. De vriendschap met Rusland is blijvend. We zeigen met dit project ook de aanwezigheid zo vieler vertreter Europese landen dat we op een sichere, op een belastbare Partnerschaft mit Russland in der Zukunft setzen. Und ich glaube, dieses Projekt ist ein herausragendes Beispiel dafür. Germany and Netherlands, they wanted to become the gas hub or Europe's roundabout, gas roundabout. So they wanted to benefit from this project as well in terms of distribution of gas to other European states. In 2011 wordt Nord Stream 1 bestaand uit twee buizen in gebruik genomen. Zeven jaar later begint de bouw van Nord Stream 2. In 2021 is ook die voltooid en liggen er vier buizen van elk zo'n 1200 kilometer lang op de bodem van de Oostzee. There were also other geopolitical maybe benefits that they use. So for example, the trade with Russia will create more interdependency. That means less prospects for war, right? Omstreden was Nord Stream vanaf het begin, omdat Europa zich zo afhankelijk maakte van Rusland. Maar het economisch belang won altijd, tot februari vorig jaar. Ik vind het nodig om al lang назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Met zijn troepenopbouw aan de grens van Oekraïne gaat Poetin voor het Westen te ver. Nog voordat het eerste gas door Nord Stream 2 stroomt, zet bondskanselier Olaf Scholz na flinke internationale druk de ingebruikname ervan stop. Ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen. Een paar dagen later begint Rusland een bloedige oorlog. In de zomer van vorig jaar is het Poetin die de gastoevoer door Nord Stream 1 staakt. De toekomst van het miljardenproject is vanaf dan onzeker. Maar die onzekerheid is voor sommigen niet genoeg. Iemand wil dat Nord Stream nooit meer in gebruik wordt genomen. Zo ontdekt in juni vorig jaar de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst MIVD. Via een bron in Oekraïne krijgt de MIVD een bericht dat ze meteen alarmeert.
Al binnen een dag of 10 zou een groep die banden heeft met het Oekraïense leger een aanslag willen plegen op Nord Stream. 19 juni, dat is de dag waarop de operatie moet plaatsvinden. 2 dagen na het einde van een grote NAVO-oefening in de Oostzee. Een onbekende eenheid van het Oekraïense leger wil met valse paspoorten naar Zweden afreizen en vanuit de omgeving van Stockholm de zee opvaren onder het mom van een duikexpeditie naar een scheepswrak. In werkelijkheid willen ze afdalen naar de Nord Stream-pijpleiding. Het bericht vermeldt dat de opperbevelhebber van het Oekraïense leger, generaal Zaluzhny, op de hoogte is. De MIVD verneemt intussen ook dat er plannen liggen voor een aanslag op een andere pijpleiding, Turk Stream, die Russisch gas via de Zwarte Zee naar Turkije voert. Meteen ligt Nederland de Verenigde Staten in, want als er één land is dat misschien tot Oekraïne kan doordringen, dan is het wel Amerika. Er komt ook al snel een geruststellende boodschap terug. De Amerikanen hebben de waarschuwing afgegeven, de Oekraïners hebben hem begrepen en voor een aanslag op Nord Stream hoeft niemand meer bang te zijn. De zomer gaat voorbij, de oorlog gaat door en dan is het eind september. Enorme beschadigingen aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Er komen op verschillende plaatsen grote gasbellen naar boven. Nord Stream wordt alsnog opgeblazen. Aan het begin van de nacht vindt er een explosie plaats bij Nord Stream 2. En precies 17 uur later volgen er een stuk noordelijker nog 3 explosies. Tegelijkertijd en dicht bij elkaar. 2 bij Nord Stream 1 en nog 1 bij Nord Stream 2. It was quite clear that this is an underwater explosion. This is not an earthquake. Then we got interested to see how much of this is necessarily explosives, and how much could this potentially be an effect of the high pressure in the gas of the pipelines leaking out. We are saying now that you definitely need less than 50 kilos of explosives to produce the pattern that we're observing. Obviously, the questions raise how, why, what were the circumstances, how it happened. Hoewel een aantal westerse landen dan al op de hoogte is van de eerder verijdelde aanslag, wordt daar publiekelijk niet over gesproken. De sabotage van Nord Stream vereist een grondig onderzoek. Det er usædvanligt. Og jeg vil gerne sige, at vi fra regeringens side og fra myndighedens side tager den her situation meget alvorligt. Vi ser på den med stor alvor. We work with our allies to get to the bottom exactly precisely what happened. The Nord Stream sabotage has shown that we need to take more responsibility for the security of our network infrastructure. We support also the efforts of which are ongoing efforts of investigation. Но это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Zweden, Denemarken en Duitsland doen afzonderlijk onderzoek en krijgen daarbij opnieuw hulp uit Nederland. Volgens buitenlandse bronnen hoort de MIVD van de bron in Oekraïne dat gezocht moet worden naar een boot die gehuurd is in het Duitse Rostock. De boot waar onderzoekers van overtuigd zijn dat hij een grote rol heeft gespeeld bij de sabotage, is dan snel gevonden. Het is dit zeilschip, de Andromeda. Een half jaar geleden helemaal uitgekampt door de Duitse politie en inmiddels is hij weer gewoon te huur. Een 10 jaar oud gemotoriseerd zeiljacht. Een Bavaria Cruiser van ruim 15 meter lang. Dit schip heeft niet de luxe van sommige zeiljachten hier, maar het is wel van alle gemakken voorzien. Keukentje, douche, toilet, genoeg ruimte om te slapen. Een man of 10 kunnen hier wel terecht. Kortom, het is niet heel moeilijk om met dit schip een aantal weken op zee door te brengen. Ook het strafonderzoek in Duitsland richt zich op de Andromeda. De Duitse aanklager gaf een summiere update aan de inlichtingencommissie van het parlement. We hebben goede redenen om aan te nemen dat dit jacht is gebruikt om het misdrijf te plegen, hoewel we uiteraard altijd met een open blik onderzoeken en ook andere hypothesen bekijken. We spreken met de voorzitter van de inlichtingencommissie van de Bondsdag.
Das ist ja naheliegend, dass dieses Ermittlungsergebnis, dass die Andromeda in diesem Setting eine Rolle spielt, das ist nach allem, was man auch öffentlich darüber weiß, sehr naheliegend und auch wahrscheinlich. Aber die entscheidende Frage ist eben, welche Rolle? Und die alleinige? Oder gab es vielleicht ein zweites Schiff oder ein drittes Schiff? Und war die Crew immer nur eine Crew oder wurde sie irgendwo ausgewechselt? All diese Dinge sind natürlich am Ende für die Frage, mit was man es hier zu tun hat, entscheidend. De laatste twijfel over de inzet van het zeiljacht verdwijnt als aan boord sporen van explosieven worden gevonden die overeenkomen met sporen op de vernietigde pijpleiding. De onderzoekers weten zeker, de Andromeda heeft een cruciale rol gespeeld. De onderzoekers laten weinig los, maar dankzij onder meer nieuwe ooggetuigenverslagen hebben we een redelijk beeld van hoe de boot moet hebben gevaren. Die route begint dus bij deze jachthaven vlakbij Rostock, waar het schip op 6 september vertrekt. Het vaart ruim 100 kilometer en legt een dag later aan in Wiek, een haventje op het Duitse schiereiland Rügen. De havenmeester van Wiek wil niet voor de camera reageren, maar kan zich het bezoek van de boot nog goed herinneren. Vooral vanwege de voor hem wat ongebruikelijke bemanning, namelijk 1 vrouw en 5 mannen. De bemanning brengt hier onder meer boodschappen aan boord. De volgende dag vertrekt de boot weer en blijft hij een paar dagen buiten beeld. Op 11 september legt hij voor 1 nachtje aan bij de kleine Deense haven Christiansø. Als het weer omslaat, vaart de boot door naar het Zweedse Sandham. Een van de routes daarnaartoe vaart langs de plek waar later de explosies plaats zullen vinden. Dat we nu weten dat de Andromeda ook Zweden aandeed, komt doordat we verschillende ooggetuigen spreken die dat bevestigen. Zo komen we in contact met deze schipper die de haven vaker aandoet. Hij kan zich de boot nog goed herinneren. Dort haben wir hinter einer großen Charterjacht festgemacht. Kurz darauf kam noch ein weiterer Segler gesegelt, reingefahren. Ein Einhandsegler, der alleine war. Ich habe dem dann geholfen, den anzunehmen. Das macht man so als Segler. Und hatte mich gewundert, dass die vor uns, die liegende Yacht, dass die Crew uns nicht geholfen hat. Ich musste dann selbst noch unser Boot, also mein Boot, verholen. Und die weil haben es also, üblich ist, das andere üblich, Skippern. Genau, man hilft einfach. Und habe die angesprochen, die Leute dann. Es waren 6 Personen an Bord, eine Dame dabei und 5 Herren. Ich habe 2 angesprochen, die standen also auf dem Achterdeck. Habe sie angesprochen, was das wohl sollte, auf Englisch dann. Der eine hat es dem anderen dann übersetzt, in einer Sprache, die ich leider nicht verstehe, irgendwas Slawisches. Aber sie haben dann keine Anstalten weitergemacht, irgendwas zu tun. Dann mach mal weiter, alles gut. Das waren, also die beiden, die mir gegenüberstanden, die sahen so ein bisschen aus wie Soldaten, sag ich mal. Also drahtige Leute, ziemlich durchtrainiert, jungen Menschen vor allen Dingen, also waren jetzt keine jung. Älteren. Also jung heißt für mich jung, ich bin ja nur 60 Jahre alt. Alles unter 40 ist jung damit, ne? So, aber so ist in der Richtung. Also es waren die, ja, relativ trainierte Menschen. In Sandham hoeven boten zich niet op naam te registreren, zolang ze maar havengeld betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de grootte van de boot. Op de betreffende dagen is er maar 1 boot die aan de beschrijving voldoet. De bemanning betaalt alles, ook de diesel die ze kochten, contant. Zo ziet de havenmeester in de boeken. Excuse the mess. We'll see what we find. This is from the 14th. That's a guest harbor fee, 250 crowns. We filled diesel in a boat, like 5,000 Swedish crowns. So around 500 euros. It's fantastic that they managed to perform without getting noticed, I think. In what sense?
I mean, if you dive in those areas and you stay with a boat of a size, if you know what I mean, mm-hmm. and you are not noticed by the traffic or by like the Danish Coast Guard, or yeah, it's quite an accomplishment. It is. It is. Na één nacht verlaat de boot Zweden weer en steekt het opnieuw de Oostzee over. Waarschijnlijk weer langs de plek waar later drie ontploffingen plaatsvinden. Op 19 september legt de Andromeda aan in Polen. De havenmeester daar vertrouwt het niet. Tylko że tak, bandera była niemiecka, a akcent był wschodni, nie? I to mnie zainteresowało i dlatego zadzwoniłem na straż graniczną. Poolse douaniers inspecteren de boot, maar zeggen niets geks te zien. En de Andromeda vertrekt weer. Het schip legt opnieuw aan in het plaatsje Wiek in Duitsland, brengt daar één nacht door en wordt de volgende dag weer ingeleverd bij Rostock. Na inspectie blijken aan de achterkant van de boot, van waar je makkelijk het water in kan, ineens krassen en deuken te zitten, alsof iemand met zware spullen heeft gesleept. Maar de bemanning is dan al vertrokken en komt niet meer terug voor de borg. Wel weet de Duitse politie gegevens te achterhalen van telefoons die aan boord waren. Telefoons die later, zo blijkt, weer worden aangezet in Oekraïne. Opvallend is de reactie van Polen. Een land dat, net als Oekraïne, altijd fel gekant was tegen Nord Stream. De Andromeda werd hier dus doorzocht. De Poolse regering wil heel duidelijk maken dat het bij die doorzoeking niets heeft gemist en gaat nog verder. Mamy również jasność, że na tym jachcie nie znajdowały się żadne ładunki, żadne materiały, które mogły posłużyć do wysadzenia Nord Stream 2, czyli pierwszego. Znaczy ta operacja, ta jednostka nie miała związku z tymi zdarzeniami. Nasi też specjaliści, którzy widzieli zdjęcia, te podwodne uszkodzenia gazociągów, wskazują też, że taki jacht, to nie jest Andromeda, to jest mały jacht, nie byłby w stanie technicznie przewieźć tak dużej ilości materiałów wybuchowych, które są konieczne, żeby takie eksplozje przeprowadzić. Maar de Duitse aanklager zegt: de vraag is of een dergelijke handeling zelfs met een volkomen normaal jacht kan worden uitgevoerd, of dat men niet veel en veel groter materieel nodig heeft, een groter schip of een onderzeeër. Het oordeel van de experts luidt: ja, dat kan ook met een jacht zoals dit. Voor redelijk geoefende duikers is een afdaling naar de pijpleiding geen probleem, zegt deze veteraan. Hij heeft tientallen jaren ervaring in de Oostzee. Well, it was quite funny because also the first media reports were that they said that needs to be a state involved because only very few people can do these dives. And I smiled a little bit to myself because this is more or less my daily work, that I teach people dive to depths like that. Which is 70 to 80 meters in the realm there. I've no clue about explosives and what this would involve in this part of diving, but from the diving perspective, it's not a super complicated dive. It is a complicated dive, but it's not over the top complicated. But you need to be a very experienced professional diver, or is it something you can teach somebody within a few weeks? Well, a few weeks would be a short time. It needs years of experience in a way, but it's not that it needs to be a professional diver, a working diver, but that involves special techniques, as would be decompression, as would be gas planning, as would be proper execution and team awareness. Mm. And these are all methods which need experience. So you need to be an experienced diver to do so. Maar de vraag is, wie zaten er aan boord? Bij dit bedrijf werd de Andromeda gehuurd. Maar vragen beantwoorden ze niet meer. Ja, hallo. Ik kom van Nederlandse Fernsehen. Darf ik Sie nach dem Boot Andromeda vragen? Wir dürfen keine Auskunft geben. Ah, weshalb? Weil die Ermittlungen noch laufen.
Ah, was konnten Sie dem Bundeskriminalamt über die Besatzung sagen? Das dürfen wir auch nicht sagen. Das sind alles Informationen, die Sie gerne dort selbst einholen können. Okay, danke schön. Wir dürfen nichts sagen. Danke schön. Toch komen we erachter dat de boot gereserveerd is vanaf het e-mailadres van een Oekraïner, een 28-jarige man uit Mariupol. Bij de reservering zijn kopieën van twee valse Oost-Europese paspoorten meegestuurd voor twee van de waarschijnlijk zes bemanningsleden. De foto op een van de paspoorten behoort in werkelijkheid toe aan Valery K., een Oekraïense militair uit Dnipro. De Oekraïner op wiens naam het e-mailaccount staat, zegt dat hij zelf nooit een e-mail met een reservering heeft verstuurd. Eerder werd bekend dat de huur van de boot is betaald door een brievenbusfirma in Polen. Uit ons onderzoek blijkt nu ook wie er achter dat bedrijf zit. De Oekraïense zakenman Rustem A. Over de man uit Kiev is weinig bekend, behalve dat hij uitgesproken anti-Rusland lijkt. Zowel hij zelf als zijn advocaat willen niet reageren op vragen. Журналісти мені асоціюються з ПВІ, розумієте? Я з ПВІ, мене зустрічаюся. Розумієте? Beide Oekraïners spelen een nadrukkelijke rol in het Duitse strafonderzoek, maar het is niet duidelijk of ze alleen gebruikt of ook echt betrokken zijn. En als ze betrokken zijn, wie ze dan heeft ingehuurd. In de whodunit die de Nord Stream-aanslag al een jaar lang is, is iedereen wel zo'n beetje verdacht gemaakt. Ook de Russen zelf, die hun eigen pijpleiding zouden hebben opgeblazen om in tijden van oorlog paniek te zaaien. Deze Deense onderzoeker houdt er nog steeds rekening mee. I'm certain that the Andromeda involved somehow, but I don't fully believe the whole story that that was the only thing involved. And if we start with like the Russian angle, there was several Russian ships that kind of went in that direction, disappeared off of AIS and were spotted by the Danish Navy, basically directly on top of the northern blast sites a couple of days prior to the explosions, which is unusual. Maar de Duitse aanklager meldde aan de Bondsdag over de hypothese dat er door de staat gecontroleerde daders uit Rusland verantwoordelijk kunnen zijn vanwege alle militaire schepen die zijn waargenomen. Wij onderzoeken dit uiteraard, maar tot nu toe hebben we geen bewijs of bevestiging gevonden. Ook de Amerikanen zijn genoemd. Vooral omdat president Biden voor de Oekraïne-oorlog nog dit zei. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will I promise you we'll be able to do it. De ooit gerenommeerde onderzoeksjournalist Seymour Hersh beweerde dit voorjaar dat Amerikaanse marineduikers achter de aanslag zitten. Maar vrijwel niemand neemt dat scenario serieus. Journalist James Bamford volgt de Amerikaanse inlichtingendiensten al decennia. Well, I don't buy it. There hasn't been any evidence of that. And usually if you write an article, you usually present evidence if you're declaring it to be true. We will, I promise you, we'll be able to do it. Yeah, I mean, you can say things like that, but that doesn't mean you're going to blow something up. I mean, there's a big difference there, plus you're going to have to convince a lot of people. Normally, if you're going to commit an enormous covert operation like that, you would have to get at least notify several members of Congress and members of the Intelligence Committee, who probably would have been questioning the logic of doing something like that, particularly because most covert operations eventually become discovered by the American public and the European public. Ukraine is in an entirely different situation. Ukraine at the time was basically in a war with Russia. So looking at it through their eyes, anything goes, and they were losing a lot of money by having the pipeline. There was a pipeline that went through Ukraine and that was going to stop because of the pipeline under the Baltic. So
So they were going to lose money, plus that was their enemy gaining money and their enemy gaining influence with Europe. For me, as a Ukrainian, this couldn't have happened. Ukrainians was in the middle of this fighting, existential war, huge losses in military, in civilians, in civilian infrastructure, military infrastructure, airports, right? So there was no, I don't think that government, Ukrainian government or Ukrainian military would see this as their priority to get into the German and Danish exclusive territory, exclusive economic zones, territorial waters to get in, to get there. Plus Germany and Denmark are NATO members and Ukraine is dependent on the military aid. And weapons supply from NATO members. So there is no reason why would Ukrainians, if it would be a sabotage team or some special forces, some trained submarine fighters, I don't know, if there would be no reason for them to go and blow up the Nord Stream. Toch is dat vooralsnog het scenario waar de internationale onderzoeken nu van uitgaan. Oekraïense daders die banden hebben met het leger. Maar dat is nog geen definitieve conclusie. En dat heeft ook te maken met de manier waarop de Nederlandse MIVD vorig jaar aan zijn informatie over een Oekraïns complot is gekomen. Uit onderzoek van Nieuwsuur en de NOS blijkt dat de Nederlandse inlichtingendienst, MIVD, 3 maanden voor de aanslag bericht kreeg dat er Oekraïnse plannen waren om de pijpleiding op te blazen. Oud-inlichtingenofficier Gerhard Conrad, die 30 jaar bij de Duitse geheime dienst werkte, legt uit wat daar ingewikkeld aan is. Wat ze weten is nur das eine Quelle. Dat was ja wohl eine Person aus der Ukraine. Ik ken den Hintergrund nicht. Dat steht und fällt. Die ganze Behandlung steht und fällt entscheidend erst einmal darin zu sagen, wer war das? Kennen wir den schon? Is das eine erprobte nachrichtendienstliche Verbindung? Oder ist das eben ein Walk-in, ein Selbstanbieter, jemand, den erklärtermaßen das schlechte Gewissen plagt oder die Solidarität mit den lieben westlichen Freunden und so weiter. Wissen wir alles nicht. Ja? So, solange wir das nicht wissen, können wir praktisch die Validität dieser Aussage überhaupt nicht beurteilen. Wer sagt Ihnen oder mir denn nicht, dass der Mensch, der aus der Ukraine kommt, nicht durch einen russischen zum Beispiel Nachrichtendienstoffizier motiviert worden ist, diese falsche Fährte schon von Anfang an zu legen. Sie können in dem Fall nur der Bewertung der Niederländer folgen oder gegebenenfalls noch fragen, liebe Amerikaner oder andere verbündete Dienste, habt ihr irgendetwas, das diese Einzelmeldung unterstützt? Eine Meldung, das ist auch so ein klassischer Spruch, eine Meldung ist keine Meldung. Ja, eine Meldung ist ein nachrichtendienstlicher Hinweis, der Bestätigung durch unabhängige Quellen bedarf. Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann haben Sie ein, das erinnert mich an Curveball, ja, da haben Sie genau dieselbe Problematik. The entire case for invading Iraq was based on one man's claim that Saddam had biological weapons. That's right, one man. An Iraqi defector codenamed Curveball. Dass sie eine Quelle haben, der alle möglichen Dinge erzählt und sie finden niemanden, der das in irgendeiner Weise unterstützen kann. Dann müssen sie mit der Ungewissheit leben und das wäre in diesem Fall, wenn es so war, in der gleichen Weise. Alle Sporen von der Nord Stream-Aanslag leiden vooralsnog naar Oekraïne. Maar of ze echt zijn of neergelegd om alles en iedereen te misleiden. Die vraag kan misschien wel alleen de bron van de MIVD beantwoorden. Totdat er meer duidelijkheid is, zullen de onderzoekende landen waarschijnlijk blijven zwijgen. Ook in Nederland hebben we alle betrokken ministers om commentaar gevraagd, maar niemand wil reageren. Even people that have been like, you know, had sources for 30 years and like they can always get a little piece of information. It's like when they mention this, no, that's nothing. You know, we talk about openness and democracy and the public should know this and the public should know that. Well, if a country commits an act of war against you, the public certainly has a right to know that. I mean, it'd be like hiding the fact that Japan attacked Pearl Harbor in World War II. I mean, it's obviously a much more dramatic event, but it's an act of war. And the moment that happens, you notify the public and you take action against that country. So we've yet to see the fallout that's going to come
from the public when they discover how much intelligence officials and politicians and presidents and prime ministers knew as we were giving billions of dollars to the country that perpetrated an act of war against us.